Nou, beste mensen, Fortunezen. Allereerst fijn dat hij in zo'n grote aantallen op zo'n laat tijdstip, onverwacht, door allerlei omstandigheden toch nog bent gekomen. Echt fantastisch dat hij de moeite daarvan neemt. Op 12 oktober jongstleden stond in de krant een uitspraak van onze voorzitter van de supporters, van het supporterscollectief, Mark Verjans, in de Limburger. Ik ben blij dat er binnenkort, Fortuna verlangt naar goed nieuws. Dat was zijn boodschap. En ik ben dan ook heel verheugd en heel blij dat ik vandaag eindelijk dat goede nieuws kan brengen. Het is echt fantastisch wat hier de laatste tijd gebeurd is. En om dat toe te lichten wil ik u mee op reis nemen. En dat wil ik niet alleen doen. Dat wil ik doen met iemand die vanaf het eerste moment tot het laatste moment zij aan zij met mij geknokt heeft. Onder hele moeilijke omstandigheden, maar daar kom ik zo op terug. En ik wil dat hij ook nu naast mij staat. En dat is Jo Abelshausen. Ik wil jou naar voren roepen. En daar ben je. Want Jo, die zit al heel lang bij de club. Die heeft ook al heel erg veel passie en liefde in de club geduwd, maar ook heel erg veel centjes. Ik denk dat dat een publiek geheim is. En dat heeft hij niet alleen gedaan, dat heeft hij met zijn strijdmakker Schaaf Philippe gedaan. En Jo en ik hebben op een gegeven moment zo nauw samengewerkt. En Jo, het is ja, dag in, dag uit. Dat is een bienenvriend geworden. Dat is een bienenvriend geworden, ja precies. Ja, ja. Nee, dus... Nou, en als je dan vraagt, ja, maar wat is dan zo het goede nieuws van vanavond? Wat is dat nu? Dan denk ik dat ik u stapje voor stapje probeer te informeren. En de allereerste stap is hoe de situatie was toen we begonnen. En dan praat ik op 4 oktober 2012. Fortuna had een uitwedstrijd naar Almere, die ze overigens wonnen met 1-3. Ik denk dat is een mooi begin. En toen heb ik een aantal mensen gevraagd om mij te helpen om aan een reis te beginnen. Ik ben ook heel blij dat er mensen van hier zijn vandaag. En die mensen heb ik gevraagd, jongens, Fortuna mag niet failliet gaan. Fortuna moet blijven bestaan. En we moeten de krachten gaan bundelen en we moeten iets gaan proberen om een reddingsplan te doen. En uiteindelijk zijn die mensen die ik eigenlijk niet kon, ik kon Kevin Hofland niet, ik kon Rob Hofman niet, en ik kon ook Bibi Kwijst niet. Ik had die mensen in gesprek meegevoerd. Ik zei, dit is mijn plan. Ik zocht iemand op technisch vlak die een boegbeeld was. We zochten iemand die goed was in de vastgoed, omdat hier toch nogal wat projecten rondom vastgoed draaien. En iemand die ook nog juridische kennis had. Als een paar naïeve donkeyshots zijn we toen begonnen. Maar we kwamen toch al heel snel erachter dat de situatie zorgelijker was als dat we van tevoren zelf dachten. De organisatie was minimaal bezet. De financiële situatie was heel erg slecht op dat moment. En vlak nadat we begonnen waren, kwamen we in categorie 1 terecht. Toen dachten we nog even, goed, in december kunnen we de salarissen betalen. Maar we kregen toen de boodschap, helaas, pindakaas. Want je krijgt 80.000 euro minder. Omdat je naar categorie 1 gaat. Dus als je kijkt dat je een minimale organisatie hebt die een enorme schuld heeft, dan zul je een plan moeten hebben. En samen met dat directieteam hebben we een plan gemaakt. Dat hebben we overlegd met onze toezichthouders, waar Jo Abelshausen er een van is. Te kijken, jongens, dit is de route die we samen willen bewandelen. We hebben toen contact gezocht met partijen waarvan wij denken dat die ons kunnen helpen. Sommigen doen dat uit liefde en sommigen doen dat uit strategisch perspectief. De som van die twee heeft geleid tot deze oplossing uiteindelijk. Je moet natuurlijk een schuld van 12,5 miljoen euro zien weg te krijgen. Nou ja, en dat is natuurlijk een hele hoop geld. Dat is 5 keer de begroting van Fortuna Sittard. En we zijn toen plannen gaan bedenken van hoe ga je dat nou doen? Hoe ga je nou dat probleem oplossen? We hebben een presentatie gehouden aan Fitland, aan de gemeente, aan de provincie, aan Dick Wessels.
aan allerlei stakeholders zijn we gaan praten. Het plan heette Forte Fortuna. Een plan dat eigenlijk gebaseerd is op het DNA van deze club. Fortuna is de eerste betaald voetbalorganisatie in Nederland. Dat is pionierschap. En dat pionierschap dat moeten we weer uit gaan vinden. En het tweede is talentontwikkeling. Fortuna heeft altijd talenten ontwikkeld. We hadden de beste jeugdopleiding van Nederland vroeger met Ajax. Daar zijn enorme talenten uitgekomen. Dat zit in ons DNA. En de maatschappelijke verankering. Dat is een heel belangrijk element. Dat zijn de drie speerpunten die we genoemd hebben. En daaromheen moet een plan gemaakt worden waar Fortuna niet veel invloed op heeft, maar waar je op basis van een visie wel samen naartoe kan gaan. En uiteindelijk zijn partijen in dat plan gaan geloven. En ook onze supporters. En ook onze businessclub. Daar wil ik ook een compliment voor geven. Want die hebben ons echt door dik en dun gesteund. Echt door dik en dun. Zelfs op de meest moeilijke momenten. Als ik nou kijk wat het laatste jaar allemaal gebeurd is. Er stond net een quote bij L1, zag ik op de teletext. Fortuna heeft drie keer faillissement willen aanvragen. Dat is zo. Er zijn drie momenten geweest dat ik tegen Jo gezegd heb, Jo, het is niet meer verantwoordelijk om dat nou niet aan te vragen. En uiteindelijk is het net ook allemaal weer goed gekomen. Dus ik ben dan ook heel trots dat ik kan melden dat Fortuna balanstechnisch schuldenvrij is. En wat betekent dat nou, als je balanstechnisch schuldenvrij bent? Dat betekent niet dat je er bent. Sterker nog, dat betekent alleen dat je met een schone lijn kunt beginnen. Want Fortuna heeft de laatste jaren altijd een begrotingsgat gehad. En dan moet je denken aan minimaal 500.000. Dus je moet ook een oplossing hebben van hoe kunnen we nu zorgen dat we in de toekomst dat niet meer gebeurt, dat die schulden niet meer terugkomen. En dat gaat geen makkelijke uitdaging worden. Dat gaat echt een hele zware uitdaging worden. Alleen de partijen die hier zitten, die hebben erin geloofd. En juist omdat zij erin geloofd hebben, krijgen wij nu de kans als Fortuna om dat te omarmen. En één ding, dat is iets van persoonlijke aard wat ik wil noemen. En dat is het geluk als je zelf de microfoon krijgt. De laatste 14 maanden, die zijn enorm zwaar geweest. Niet alleen voor mij, ook voor Jo. Het werd een steeds eenzamere strijd op het laatste. Maar er is één persoon, daar wil ik echt dat u een diepe buiging voor maakt en een applaus voor geeft. Want dankzij die persoon heeft het allemaal kunnen plaatsvinden. En dat is mijn vrouw Yvonne Simonis. Yvonne. Daar ben ik heel dankbaar voor, schat. Want het waren 14 zware maanden. Ik heb mijn zoontje vaak moeten missen. Maar uiteindelijk is het allemaal gelukt. Nou, wat is er nou gebeurd? U heeft waarschijnlijk, een gedeelte van u heeft L1 gezien. Maar ik wil nou de tweede spreker even naar voren roepen. Om iets meer te vertellen hoe het nou precies zit met de toekomst van Fortuna en met de stadiondeal. Maarten van Kempen, ik wil jou graag naar voren roepen. Maarten, we hebben net samen bij L1 gezeten. Daar hebben we al wat verteld. Maar heel veel mensen zijn naar Fernando Rixen geweest, omdat hij een signeersessie had. En wellicht dat het goed is dat we dat nog in het kort overdoen voor de mensen die het niet gezien hebben. Maar wil jij wat vertellen over het verhaal van, waarom je mee bent gegaan in het verhaal van Fortuna Sittard? Ga ik doen. Eigenlijk heel eenvoudig, want het draait allemaal om people business. En een jaar geleden kwamen er twee mensen bij mij. Wij hadden al een keer daarvoor met Fortuna meegedacht met andere partijen of andere bestuurders. En daar hadden we wat mindere ervaringen mee, eerlijk is eerlijk. Maar toen kwamen deze twee mensen bij mij op bezoek. Nou, waarvan ik wist dat Jo, zoals net nog eens een keer bevestigd is, daar al heel vaak privé in meegedacht heeft. Nou, dat betekent dat je een hart hebt voor die club. Nou, dat
Als ondernemer neem ik vaak beslissingen in minuten. En na een paar minuten dacht ik, nou, hier zit ook het hart op de goede plek. En hebben wij eigenlijk vrij snel gezegd van, nou, dan gaan we ervoor, hè, zonder te weten of dat het ons ook zou gaan lukken. Ja, en ik kan alleen maar bevestigen wat Martin zegt over min of meer zichzelf. Hè. Het waren 14 idiote maanden. Ik heb vaak tegen hem gezegd, ja joh, hoe dat je het volhoudt. Hè. Want als je natuurlijk als ondernemer voor je eigen toko vecht, ja, dan snap ik dat. Maar hij vocht dus ook of dat het voor zijn eigen toko was. Waarvoor graag een applaus. Nou, zo zijn we die wedstrijd, niet met twee helften, maar met, ik denk, 14 helften of zo. Hè? Want iedere keer als we dachten dat we er waren, dan was er toch wel weer iets wat uit de kast kwam. Maar daardoor is er nu, denk ik wel, nou, misschien wel bijna een unieke situatie ontstaan dat die club gezond is. En je hebt gelijk, hè? Er staat nu een onderneming, maar een onderneming is er nooit. Dus we zijn zeker niet klaar. En ik doe dan ook een oproep hier, en dat zal ik blijven doen, dat nu deze basis bereikt is, dat het Limburgse bedrijfsleven opstaat en ook gewoon de club en dadelijk de Omni-vereniging, wat denk ik een hele slimme keuze is om te overleven, want niet de slimste overleeft, maar degene die zich aanpast. Nou, en dat gebeurt hier, dat gebeurt ook met die sportzone. Maar dat Limburgse bedrijfsleven, dat moet nu gaan zeggen, wij geloven in wat hier gebeurd is en die moet nu ook door gaan pakken om te zorgen dat het een toekomstbestendige exploitatie wordt die we hier hebben. Nou, dus deze oproep doe ik. Hè. Het zou de eer van Limburg toch te na zijn als een Brabantse onderneming dit recht moet houden. Dat kan natuurlijk niet, hè. Dat laten jullie niet op je kop zitten. Dus, wij hebben samen een mooie wedstrijd gespeeld. We hebben elkaar goed leren kennen. Hè? In voor- en tegenspoed. En we staan er gewoon met z'n drieën. En vanaf nu moet die eenzame strijd, denk ik, met veel meer mensen gedeeld gaan worden. En daar zou ik het nu even bij willen laten. Oké, dank je. Kan dat niet doen. Misschien wel dat je weet wat het is. Nou, ik denk dat we... Ik denk hiermee ook een stukje het verleden misschien moeten afsluiten en dat we met name naar het toekomstgedeelte moeten kijken. Daar wil ik dadelijk ook nog iets over zeggen. Maar ik denk dat het toch goed is dat Maarten nog toch eventjes zijn microfoon terugkrijgt om even uit te leggen, ja, hoe zit het nou met dat stadion? Wat wil je daar nou mee? Waarom doe je dat? Wat houdt het voor de club? Op dit moment valt even de microfoon bij Martin Mansebbe uit. We wachten even tot de technische man aan de pult komt, want dat is even weg en dan gaat het zo dadelijk weer. Dus loop niet weg, er op niks in de radio, er op niks in het internet. Het schijnt misschien een kwestie te zien dat misschien de batterie van de microfoon leeg is. Nou, de technische man is nu bij Martin Mansebbe, is een kijken wat aan de hand is. Ze maken hem geluidig open. Gaat kijken of er wel een microfoon, of er wel een... Ja, inderdaad, er zitten batterijen in en ik neem aan dat de batterijen, dat die het begeven hebben. Nee. Hij vraagt zelfs aan mij of ik batterijen heb. Nou, Marco, zolang als het even duurt, draai even een pleitje, dan hoef ik niet te blijven kallen. Verzin zo bij je terug. Weer een Brabant, hè? Vergaan wie hier? Ja, 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 ja. Ja, gebeurt het al.
Nee, maar ik was gebleven dat ik Maarten toch nog even wilde vragen dat hij, ik bedoel, je koopt een stadion, hè? Ik bedoel, dat is nogal wat, hè? Een stadion kopen. Dat, ja, de een die koopt een auto, hè? De ander die koopt een ring van zijn vrouw, maar hij koopt een stadion. En ja, er zal een reden zijn waarom je dat doet, Maarten. Dat even toelichten misschien, hè? Wat het, misschien ook dat het, wat het voor Fortuna, zeg maar. Ja. Nou, je koopt een stadion. Ja, het klinkt zo bijna arrogant, hè? Dus ik denk dat dat alleen maar mogelijk is geweest. Waarom koop je een stadion? Omdat je er ook een belang bij hebt, hè? Beter een goede buur als een verre vriend. Maar een leeg, het hart van die sportzone, hè, is dat stadion. Nou, en het was al niet bijzonder mooi, dat zullen jullie met me eens zijn. Maar nu is het aan twee zijdes, hè, bijna mooi. Het hotel komt aan de voorzijde. Nou, hopelijk, als dat economische tij een beetje keert, dan wordt die derde kant ook nog verfraaid. Maar als dan in het hart het leeg is, ja, dan heb je toch voor niets gedaan. Nou, dus dat mag gewoon niet gebeuren. Dat mag ook niet gebeuren voor de verdere ontwikkelingen in die sportzone. Dus dat is de achterliggende gedachte. Maar dan moet het ook nog kunnen. En daar zijn een hele hoop partijen die daarin meegedacht hebben, hè. Want ik heb steeds gezegd, ik ga alleen dat stadion kopen als daarmee ook de kans geboden wordt dat Fortuna, hè, toekomstbestendig wordt. Nou, dat betekent dat ik eigenlijk tegen al die partijen die daar invloed op hadden, hè, de eigenaar, Reggenstaten, Dick Wessels, ontwikkelaars, gezegd heb, ik koop hem alleen maar als het bedrag dusdanig is dat ik dan Fortuna om niet, en om niet betekent, hè, gas, water, licht en onderhoud moet Fortuna zelf doen, maar huur, daar is geen sprake meer van. Want als dat wel zo zou zijn, hè, dan werd de uitdaging te groot om überhaupt, nou ja, de toekomst te kunnen halen. Dat was ook die wedstrijd, hè, de afgelopen, één van de onderdelen van de wedstrijd. Want voordat men daar weer ja tegen zei, dan moest het iedere keer, nou ja, bijzonder spannend worden. Maar nu hebben we een situatie dat Fortuna vrij van huur daar kan spelen. Nou, er zijn maar weinig clubs, denk ik, die dat uitgangspunt hebben. Nou, dan ben je ook toekomstbestendig. En ja, je onderhoud en je vaste lasten in de zin van wat gas, water en licht. Als dat niet meer opgehoest kan worden, ja, dan zeg ik het maar plat, dan is er ook geen bestaansrecht. He, dus, en die basis die is bereikt. Dus een hele gezonde uitgangspositie, denk ik. Ja, dat is ook inderdaad zo. Hè. Voor het eerst sinds heel lang is het zo dat je een schone lei hebt. Dat je op nul kan beginnen en dat je samen kan gaan bouwen. En je moet altijd uitkijken met uitspraken die je doet. Maar ik ben ook heel bescheiden gebleven volgens mij in de media altijd. Omdat we gewoon een groot probleem hadden. Maar ik durf toch ook wel een keer een ambitie uit te spreken. En een ambitie dat Fortuna binnen nu en 3 jaar op het niveau speelt waar we eigenlijk thuis horen. En dat is een niveautje hoger. Namelijk in de eredivisie. En nou moet je natuurlijk niet hoogmoedswaanzin gaan krijgen, hè? Want ik hoor mensen al denken, ik zie ze denken, maar dit is geen hoogmoedswaanzin. Want ik kan het u analyseren waarom dat het nodig is. En waarom dat het kan. Hoeveel clubs in Nederland hebben geen schuld? Ik denk dat ze er bijna niet zijn. Althans, als ik de top meetel van de eredivisie, maar de rest. Iedereen heeft schulden en die iedere keer ook weer gedekt moeten worden. Als wij in staat zijn om sluitende begrotingen te krijgen en om deze infrastructuur die hier nu gebouwd is door te ontwikkelen en we krijgen het bedrijfsleven, dat wordt een uitdaging. We krijgen het bedrijfsleven weer aangehaakt aan de sportzone en daarin vind ik dat de overheid een hele belangrijke rol moet gaan spelen om dat te faciliteren. Dan krijg je topsport, niet alleen in de handbalzaal, maar dan krijg je ook echte topsport hiernaast in het stadion. Daar ben ik echt van overtuigd. En die ambitie, die moeten wij met elkaar samen uitspreken. Dat dat de weg is waar we naartoe moeten gaan. En dat we dan op basis van allemaal helden die je op het veld hebt staan. Want het is nu eenmaal zo. De voetballers, als je presteert en je wint, dan heb je helden. Dan kun je met die helden het verschil maken in de samenleving. En het zeg maar de twee elementen. Het presteren, topsport. Het echte voetbalproduct zo goed mogelijk weer op de kaart zetten. In combinatie met de maatschappelijke verankering.
waarbij de rode draad talentontwikkeling is. Ik geloof erin dat dat voor Fortuna de richting is waar we samen op moeten gaan. En waar we ook samen naartoe moeten. Ik wil nu eigenlijk bij het laatste blokje komen van deze avond. En dat heet het blokje samenwerking. Want hoe ga je nou de toekomst in? En er zijn, het is te vroeg uitgelekt, laat ik daarmee beginnen. Het is te vroeg uitgelekt dat Fortuna in gesprek was met een andere partij, sterker nog met twee partijen. Dat vond ik jammer, maar het is zoals het is. Ik had het liever iets later bekendgemaakt, zodat we het ook helemaal hadden kunnen vertellen hoe het precies zit. Maar dingen lopen nu eenmaal zoals ze lopen. En ieder nadeel heeft ook zijn voordeel. En uit dat perspectief wil ik eigenlijk twee mensen naar voren halen waar wij enige maanden al mee in gesprek zijn. Dat is Tjeu Kikke en Evert Huiting van OCI Lions. Hallo. Kijk, als je nadenkt over toekomstbestendigheid, dan moet je weten dat de discussie die in Zuid-Limburg speelt, 1 FC Limburg. Hoe vaak hebben we dat niet gehoord? Dat is al zo vaak aan de orde geweest. En eigenlijk als je op economische principes kijkt, een volledige terechte constatering. Want je kunt ook niet... Ja, iedere club heeft gewoon een negatief resultaat ieder jaar. En ja, als je dan geen oplossing bedenkt, hoe je daaruit komt, dan kan een fusie, is gewoon een hele logische stap. En ook begrijpelijk dat dat geprobeerd is een aantal keer. Alleen het is ook nooit gelukt. En dat is niet voor niks. Omdat emotie en identiteit heeft ook een hele belangrijke rol. Nou, hoe kun je je nou onderscheiden in de toekomst? Om toch te zorgen dat je als club naar die eredivisie kan. En dat je wel bestaansrecht hebt. En dan denk ik dat sinds vandaag, of sinds 1 november formeel, dat Fortuna de beste kans heeft van alle Limburgse clubs op dit moment. A. We zijn schuldenvrij. B. We hebben de perfecte sportzone hier, waar we dadelijk allerlei faciliteiten hebben, waar je topsport mee kan bedrijven, op allerlei gebieden, op medische verzorging, op wellness, op krachttraining, op... Kijk eens om je heen, daar zit een wandklimmer achter u. Hier gebeurt van alles wat met topsport te maken heeft, en dat gaat met elkaar in verbinding komen straks. En wat je dadelijk krijgt in Limburg, is dat je 3 betaald voetbalclubs hebt en 1 omniclub. Je hebt een unieke propositie, een onderscheiding in een gebied waar we allemaal vechten om dezelfde prooi, zeg maar. En de kunst is nou, wie is nu in staat om te zorgen dat je voor sponsoren zo interessant bent, dat ze juist investeren in Fortuna. En als je kijkt wat hier nou gebouwd is, wat hier nou gaat komen, en de schuldenvrijheid die we met elkaar gecreëerd hebben, dan ben ik ervan overtuigd dat op dit moment wij de beste basis hebben om te bouwen. En daarom zijn wij ook in gesprek gegaan met OCI Lions. Omdat een fusie met een voetbalclub, ja, dat is gewoon niet, dat is niet haalbaar. En dat is ook niet wat jullie willen. Een supporter en de sponsoren, die willen zich verankeren met identiteit. En dat is Fortuna. Dus dan ga je het op een andere manier zoeken. Je gaat krachten bundelen. En dadelijk kom ik ook nog terug bij u allemaal over wat krachtenbundeling inhoudt. Maar eerst wil ik even, alvorens daarmee verder gaan, een bruggetje bouwen naar OCI Lions. En ik ga hun zelf het woord laten doen, want ik kan het wel vertellen. Maar ik denk dat jullie dat veel beter kunnen. Tjeu, misschien goed voor de voetbalfans ook, om uit te leggen wie jij bent, wat jouw rol is. En met name waar ik benieuwd naar ben ook, is waarom jullie met onze gesprekken zijn aangegaan. Oké, okay, Martin, dankjewel. Ja, ik vind het hartstikke mooi dat ik hier mag staan vanavond. Maar eigenlijk is het voor ons niet zo bijzonder, want dit is inmiddels onze thuishaven. We hebben hier nu 3 thuiswedstrijden gespeeld. Dan ziet het er nog heel anders uit, en nog fraaier, nog meer tribunes. En ja, dat hoop ik dat jullie ook gaan meemaken binnenkort. Wat heb ik met Fortuna? Ik heb net even rondgekeken, er zitten er een paar op de tribune. Die zijn even oud als ik. En wie ik nog een jongske geworden van 7, 8... Dan kreeg ik van de pap een geuje. En met de geuje ging ik naar het stadion. En dan koos ik voor 74 cent naar binnen. En voor dat kwartje koos ik bij de man met de baard en die kist op de boek, koos ik apennootjes kopen. Wie heeft dat ook gedaan? Zuste, hij heeft het goed gezien.
Alleen, ik kom op een gegeven moment op een school terecht, waar allemaal handballen slepen. Kantelberg, Rietbroek, Schief Wouwen. Ja, en toen ben ik van het voetballen maar overgestapt naar het handballen. Dus dat heb ik met Fortuna. Wat heb ik met OCI Lions? OCI Lions was 5 jaar geleden een enorme uitdaging. Want we hadden BFC, we hadden Vlug en Lenig, we hadden Sittardia. Ik heb zelf bij Sittardia gespeeld en ik was bestuurslid bij Vlug en Lenig. En we hadden één keuze. Of er vallen clubs om, of we gaan samenwerken. En we hebben gekozen voor samenwerking. En we hebben gekozen voor een model dat eigenlijk betekent dat je een handbalpyramide bouwt. En Martin had het net over de genen van de club. Diezelfde genen zitten ook in OCI Lions. Want wij hebben geïnvesteerd in talentontwikkeling. We hebben gezorgd dat de verenigingen op één manier zijn gaan werken. Eén technisch model. We hebben gezorgd dat de handbalschool in deze westelijke mijnstreek is op het Graafhuin College en dat die gecertificeerd is. Er is gezorgd dat het Nationale Trainingscentrum voor Handbal hier in deze sportzone zit. Nou, en dan begrijp je dat je een geweldige voedingsbodem hebt om steeds hoger niveau te bereiken. En ik kan jullie vertellen dat wij de afgelopen jaren trots waren dat we de Nederlandse top alweer bereikt hebben. We zijn weer terug waar het handbal vroeger was. We zijn nog trotser dat we deze zomer, toen de jongens onder 21, het Nederlands team onder 21, die kwamen zich hier in deze sportzone voorbereiden om naar Kroatië te gaan, om het WK te spelen. En die hebben daar laten zien dat zij kunnen aanhaken bij de wereldtop. Ze zijn 5e geworden op een wereldkampioenschap. Handbal is een wereldsport, net zoals voetbal. En jongens, 16 jongens die hier opgeleid zijn, die hebben het voor elkaar gespeeld om tegen die beste wereldjeugd dat resultaat neer te zetten. Dus dat betekent dat we met z'n allen iets opgebouwd hebben dat een geweldige toekomst heeft. Maar wij willen graag groeien. Wij willen graag die jongens de mogelijkheden bieden om op dat niveau te acteren en nog beter te worden, zodat wij ook aanhaken als clubhandbal bij dat Europese topgebeuren. En dan zijn wij als club alleen zijn wij niet in staat om dat te bereiken. Daar heb je slimme samenwerking voor nodig, heb je goede partners voor nodig, want wij zijn nog maar een vrijwilligersorganisatie. Fortuna is wat dat betreft al veel verder en we kunnen samen gaan bouwen aan die toekomst, samen de mogelijkheden liggen die er benutten. En dat begint met deze omgeving, met die geweldige accommodatie. Ik zei net al, we hebben hier alles wat we nodig hebben om topsport te bedrijven en topsporters beter te maken. En als we individuele topsporters beter kunnen maken, dan worden die teams beter. En ik ben inderdaad van overtuigd dat als we dat van elkaar kunnen overnemen, als we dat aan elkaar kunnen doorgeven, ja, dan zijn we natuurlijk heel veel verder op weg dan waar we stonden. Ik ga één dingetje rechtzetten, want het woord fusie werd gebruikt. Lions is geen fusie. Lions is een samenwerkingsverband, want de clubs zijn gewoon blijven bestaan. En Lions zal voorlopig ook blijven bestaan, net zoals Fortuna blijft bestaan. Maar we gaan wel steeds inniger samenwerken en uiteindelijk komt daar een omnivereniging waar we hopen dat ook Atletiek, Unitas, ook Scoop, ook de zaalvoetballers, dat die aan zullen haken en zeggen van ja, dat is een model, daar willen we bij horen. En dan worden we net zo sterk als een Barcelona of een Bayer Leverkusen of Bayern München. Allemaal clubs in een hele sterke regio. En zo'n sterke regio is deze regio ook. En wij moeten eens wat trotser zijn op alles wat de regio te bieden heeft. En dat is de uitdaging inderdaad aan het bedrijfsleven. Straal die trots uit. Omarm de sport als een middel om te laten zien waar je goed in bent. Innovatie en zorgen dat je die wereldmarkt kunt bestormen. En hier gebeurt ontzettend veel in deze regio op dit moment. In de Camelot Campus, in de Health Campus, et cetera. Nou, die bedrijven die moeten de sport als uithangbord gaan zien, de jeugd erbij betrekken, de jeugd laten bewegen, laten presteren. Nou, en dan hebben wij Fortuna, Lions, de Omnivereniging en hoe die dan ook mogen heten in de toekomst. Daar komen we heel snel genoeg achter wat de beste naam zal zijn. Dan hebben we een gouden toekomst voor ons en daar willen wij ons met z'n allen voor inzetten. En dat is wat wij voor ogen hebben
En daar gaan we met z'n allen voor. En het kost heel veel energie. En Martin gaf het al aan. En wij zijn echt alleen maar vrijwilligers. Wij moeten professionaliseren. En we zijn blij dat we dus een partij gevonden hebben die ons gaat helpen om in ieder geval dat commerciële deel te professionaliseren. Die met ons gaan zorgen dat die markt ons omarmt en met ons gaat zorgen dat er hele mooie successen gaan komen. En dat is waar wij voor gaan. Dank jullie. Ja, Tjur refereert aan nog een andere partij, hè, die met ons mee wil doen. Daar spreken ook de ambities uit. En dat is Sport 5. We zijn met de Lions in gesprekken begonnen in samenwerking met Sport 5. Sport 5 is een internationaal marketing- en mediabedrijf. Die hun zetel in Hamburg hebben. En die, die aan de grond liggen van het succes van Borussia Dortmund. Ze zitten bij HSV, maar ze zitten bij 14 Bundesliga-clubs. Ook bij Olympique Lyon, eigenlijk verspreid over heel Europa bij de topclubs. En dan zou je denken, ja, waarom komen ze dan nou bij Fortuna en waarom willen ze dit doen? Dat was niet voor Fortuna, zo eerlijk moet ik zijn. Ze zijn ook met andere clubs in gesprek in Limburg geweest. Maar de propositie van een omniclub, waaruit blijkt dat als je het goed doet, zoals München het doet, en natuurlijk, ik vergelijk ons niet met Bayern München, hè. Ik ben ook realistisch, laten we dat vooropstellen. Maar het feit dat zij een pilot willen doen om een omniclub systeem in gang te zetten, ja, dat zegt natuurlijk iets, dat ze wel kiezen om met ons die gesprekken aan te gaan. En we zijn redelijk ver, we zijn in een due diligence fase, zoals dat heet. Dan ga je onderzoeken met elkaar, hè. Hoe zitten de contracten in elkaar, hoe ziet de potentie eruit. Nou, in die fase zitten we nu. En we zijn er al een aantal maanden mee bezig en dat loopt gewoon heel erg positief. De Sport 5, ja, als, en niet alleen Sport 5, we zijn ook nog met andere partijen in gesprek, maar ja, dat soort dingen kun je niet altijd hardop vertellen in deze fase. Maar dat zijn ook positieve ontwikkelingen waar we kijken om een uitweg te vinden, zodat Fortuna structureel in de toekomst een bestaansrecht heeft. En dan kom ik bij het bruggetje samenwerking. Wat ik al zei, samenwerking om te streven naar een omniclub, maar ook samenwerken. Als ik even primair naar ons eigen clubje kijk, Fortuna Sittard, daar gaat samenwerking een cruciale rol spelen. En die samenwerking, laat ik zo zeggen, de wedstrijd van Mark van Bommel, de afscheidwedstrijd, dat vond ik het hoogtepunt sinds ik bij Fortuna ben. Daar zaten 9000 man in het stadion, daar was beleving, daar was gevoel, het leefde bij de sponsoren, het leefde bij de supporters. Mensen die al jaren niet meer naar het stadion zijn gekomen, hebben de moeite genomen om naar het stadion te komen. Ik heb mij de vraag gesteld, waarom is dat zo gebeurd? Wat was nou het succes van die Mark van Bommel wedstrijd? En natuurlijk, Mark is een grootheid als voetballer. Nou, laten we zeggen, dat trekt nog eens 3000 mensen extra naar het stadion. In dit geval. Dat speelt een hele belangrijke rol. Dan hebben we onze eigen trouwe aanhang. Er zijn er ook nog 2000 die er altijd zeker zitten. Zitten we op 5000. Maar er waren 4000 mensen extra. En dat zijn die mensen, en ik weet niet of je mijn persconferentie nog herinnert, de eerste keer. Toen zei ik, ben ervan overtuigd dat op vrijdagavond 70% van de huishoudens in Sittard-Geleen op pagina 829 kijken wat Fortuna gemaakt heeft. Het lullige is alleen, ze kijken naar die pagina, maar ze komen niet. En er zijn momenten geweest, Fortuna Go Ahead Eagles vorig jaar of twee jaar terug. Hè? Die laatste wedstrijd van het seizoen, hoe dat doelpunt in de extra tijd viel. Toen zaten ze er ook 9000 mensen. Bij de derby komen ze ook op afgelopen jaar na. Maar ja, met de veiligheidseisen die daar gesteld werden. En wat je moest doen om een kaartje te krijgen. Dat was natuurlijk de wereld op zijn kop. Maar die potentie is er dus. En de vraag is nou, wat moeten wij doen om die potentie in te vullen? En de wedstrijd van Mark van Bommel heeft mij geleerd dat er maar één toverwoord was. Samenwerking. En niet boven denken dat je het plan hebt. Van wij gaan wel een plannetje bedenken en dan moet het allemaal lukken. Nee, van onderop, de community, supporters. Daar zit het verschil. Er is een team bezig geweest, ik heb dat toen tijdens de wedstrijd geroepen. Die heb ik ook bedankt toen, maar dat, je kan niet iedereen bedanken. Want dat was een groep van, ik denk, 30, 40 man die dit samen hebben opgetuigd. Die hebben laten zien waar een hart voor Fortuna zit en hoe het succesvol kan worden. Dat wij dus toch in staat zijn, als we het met z'n allen doen, iedereen die hier in zijn hart Fortuna bloed heeft, ja, al die mensen zich samenpakken,
dan is Fortuna in staat om volle stadions te krijgen. En nu is de uitdaging dat het structureel wordt. Dus in de strategie die we besproken hebben van ja, hoe ga je nou de stadions voller krijgen? Hoe kun je nou die stap naar boven maken? Uiteraard ben je afhankelijk van wat er op het veld gebeurt. Laat het dat voorop staan. En laat ik ook voorop stellen dat er een topprestatie is geleverd door vorig jaar de play-offs te halen op een 7e plek. Onder alle embargelijke omstandigheden. Want je zou maar Willy Boeze heten. Ja, je zou maar Willy Boeze heten en je bent trainer. Uiteraard krijgt u de unieke kans om zich te bewijzen. En dat heeft u ook waargemaakt. Maar als je kijkt onder welke, met welke faciliteiten, met welke middelen die hij krijgt om te kunnen presteren, en je vergelijkt dat met andere clubs die een beetje op niveau spelen, dan is dat heel erg triest. En Willy, ik ben me daar bewust van, jongen, maar ik weet niet of je nog bent, oh ja, daar, maar ik heb respect voor je, hoe je er toch altijd achter ons bent blijven staan. Ondanks hier, en ik weet dat je er van binnen soms brandde van vuur, maar uiteindelijk ben je gewoon met die hele moeilijke opdracht doorgegaan. De hobbelvelden waar je mensen blessures op kunnen lopen, omdat we gewoon geen externe accommodatie kunnen betalen. Hebben we allemaal meegemaakt samen. Een beamer, ik weet niet of je hem al hebt ondertussen, ik heb wel opdracht gegeven ervoor. Nee, nou, dat soort dingetjes. Het is te gek voor woorden, maar onder die omstandigheden hebben wij moeten werken. Maar samenwerking, jongens, samenwerking, dat is het toverwoord. En wat willen we gaan doen? Ik ga u dat uitleggen. Los van de bovenkant, hè, het Sport 5 gebeuren, willen we vanuit de onderkant zorgen dat talent zich op alle fronten kan ontwikkelen. En dat is niet alleen op sportgebied. Ieder mens die hier in de zaal zit, iedere Fortuna-fan heeft ergens een uniek talent waar hij goed in is. De een is handig met zijn handen, die kan schilderen graag of die doet metselen. De andere die doet graag frieten bakken. Een ander iemand die kan goed voetballen. Een ander die kan rekenen. Een ander die kan goed schrijven. Iedereen heeft talenten. En wat gaan wij nou doen? Ik weet niet of Jan Bekkers hier is. Jan, hier. Jan Bekkers is onze vrijwilligerscoördinator. Iedereen die iets voor Fortuna voelt en die iets wil doen, die kan zich binnenkort, niet morgen meteen, want dan loopt daar een probleem. Maar wij gaan dat gestructureerd aanpakken. Die kan zich bij Jan melden. Ik ben, noem maar iets. Noem eens een naam. Huh? Ik ben Piet Jansen. Piet Jansen, waar ben jij nou goed in? Nou, ik ben goed in timmeren. Ik ben een timmerman. Wil Helwig, ik ben een timmerman. Hè? Ik run een timmerbedrijf en bij mij werken wat Fortunezen die graag timmeren. En ja, dan zeg ik, nou, zou je wat voor Fortuna willen doen? Ja, natuurlijk. Nou, als dat talent overeenkomt met hetgene waar je waarde kan vervullen voor de club, dan staat dat bij Jan in het systeem. En op het moment dat, iets moeten opknappen, we gaan schilderen in het stadion, heeft Mark Maatjes laatst gedaan, dan wordt dat groen-geel geschilderd. Ja, dan komen de vrijwilligers, die gaan Fortuna helpen. Dat idee, samen organiseren van onderop en dat gestructureerd doen, daar geloof ik in. Community vormen. En als we dat op orde hebben, en we hebben echt honderden fans bij Fortuna. Ja, misschien wel duizenden fans uiteindelijk, als je diep in het hart kijkt. En als al die mensen hun talenten willen inzetten voor de club, dan gaan we daar iets moois mee doen. En John van Bommel, die zit daarboven, ik zie hem helemaal zitten, naast Mark. Die gaat daar een hele belangrijke rol in krijgen. Die gaat Jan ondersteunen, dat hebben we al lang besproken. En is ook een helft van de club. Maar goed, dat even over samenwerking. Maar ik wil wel één ding nog duidelijk maken, voor ik dadelijk nog naar een slotverhaal ga. Fortuna heeft een grote uitdaging. Laten we elkaar niks wijs maken. We zijn gezond, op de balans. Betekent gewoon dat je geen schuld meer hebt. Maar we krijgen nog steeds minder geld binnen als dat we uitgeven. En volgend jaar heb ik maar één doelstelling voor mezelf gesteld. 1 euro winst maken. Niet meer en niet minder, maar 1 euro. En dat gaat ook gebeuren. Die moet er komen. En dat betekent dat er maatregelen genomen moeten worden. Die zijn niet altijd even leuk, die zijn niet populair, maar die moeten wel gemaakt worden. Maar waar de grootste kans zit, dat is in het verdienmodel. En in de verdiencapaciteit. En waarom is dat zo? Als je Fortuna vergelijkt met andere clubs in de Jupiler League, dan presteren wij op commercieel gebied op dit moment minder. Behoorlijk minder. En hoe komt dat nu? Dat komt omdat als jij 13 miljoen schuld hebt en dat je failliet kan gaan, dat een sponsor dat risico niet wil lopen om geld in jouw club te duwen.
En dat betekent dat ik tegen René Maassen ook gezegd heb, die iedere dag kei en kei en kei en keihard werkt, oh, René zit er ook, echt kei en keihard werkt. Ik zeg, René, ik wil niet dat jij met sponsoren nieuwe mensen naar de club haalt, terwijl wij failliet kunnen gaan. En ik heb u verteld, dat is 3 keer gebeurd bijna dit jaar. Dus je betekent dat je ook niks kan doen. Dus en we hebben te weinig mankracht. En hij heeft van mij opdracht gekregen, omdat ik ook nog een gezin heb en mijn bestuurdersaansprakelijkheid niet wou mee in de problemen wilde komen. Van René, het gaat niet. En als we het doen, dan vertellen we de persoon precies hoe we ervoor staan. En dan zul je zien dat heel veel mensen dat niet durven. Er zijn er een aantal die dat wel gedurfd hebben. Met name bestaande sponsoren die gewoon door zijn gegaan. Maar ook nieuwe. En om niet te, ja, je moet altijd uitkijken, je moet nooit iemand vergeten, maar ik zie mensen helemaal uit Willemstad, ja, niet in Curaçao, maar onder Rotterdam, en mensen uit Waalwijk, die zitten erachter van de leasemaatschappij en Kia, die zijn ook hier. Dat was de eerste partij die ons vertrouwde. En die we het eerlijk het verhaal verteld hebben, ja, we hebben 13 miljoen schuld, liquiditeitstekort van 7 ton dit jaar. En die toch geloofd hebben in het plan Forte Fortuna, en die risico hebben genomen. En zo zijn er nog een paar. Ik wil aangeven dat we een grote uitdaging hebben. Ook dit seizoen nog. Het is niet zo dat Fortuna schuldenvrij is, dat we geen huur hoeven te betalen. Dat deden we al niet, hè? Dus ja, dat verandert niks. Jawel, we moeten zelfs nog gas, water, licht betalen. Het wordt slechter. Heb je goed gedaan trouwens. Maar, neem maar even alle gekken op een stokje. We hebben een uitdaging met elkaar. En als we elkaar nu niet omarmen, als mensen die invloed hebben, op wat voor gebied dan ook, de een als supporter die een kleine ondernemer kent, de plaatselijke frituur. Ik heb vorige week 50 euro bij de plaatselijke frituur in Sanderbord opgehaald voor de lichtkrant. Nou, simpel voorbeeldje. 1 gesprekje. John gaf me dat idee. Moet je eens doen. En die gaf me meteen 50 euro mee. Ik zo, dat gaat makkelijk. Als we dat nou eens met z'n allen doen. Of we zeggen tegen iedereen, weet je wat, we nemen 3 man mee naar het stadion. Kom eens een keer met mij mee naar Fortuna. En we hebben 2000 vaste seizoenkaarthouders met de sympathisanten erbij. En, en die nemen er 3 mee, dan zitten er al 8000 man in het stadion. Is bijna uitverkocht. Zo simpel is het, hè, jongens. Laten we elkaar. We moeten ook, ja, simpel denken soms. Maar dat moeten we wel samen doen. En als je invloed hebt en je kent toevallig een directeur van een bedrijf. En je gelooft in de plannen die wij presenteren. Neem die man een keer mee. Vraag of hij wil sponsoren. Daar ben je toch voor? Om te delen met elkaar. Maar die uitdaging, die moeten wij samen met elkaar aangaan. Want als we dit niet doen, is Fortuna volgend jaar weg. Zo eerlijk ben ik ook naar jullie. Dan zijn we er niet meer. Zo reëel moet je zijn, want er gaat niet nog een gek opspringen die datgene doet wat heel veel mensen al jaren gedaan hebben en nu weer opnieuw gedaan hebben. Dat kun je niet nog een keer ophangen, dit verhaal. Dus ik hoop van ganse harte dat ik die steun kan krijgen. Maar ik heb nog 1 vraag en die ga ik niet aan jullie stellen, voordat jullie dadelijk vragen mogen stellen, maar die ga ik aan Jo stellen. Want Jo, jij loopt ook al lang mee bij Fortuna, hè? En ja, rond de fusietijd, hè, was je toch een beetje de persona non grata, hè, met Schaam, op dat moment. En op het begin was ik ook, denk, poeh, dat is die man, hè, die bij de supporters niet goed lag toen, op dat moment, hè, met Schaam samen, dat was, ja, de fusie, de mensen van de fusie. Maar ik heb Jo zo goed leren kennen en ik heb ook alle redenen gezien waarom hij gedaan heeft wat hij gedaan heeft en dat hij ook op dat moment totaal niet anders kon. En hij heeft dat ook in het magazine van het Fortuna Supporters Collectief uitgelegd, hoe dat gegaan is. En misschien dat hij daar nog wel eens een keer iets in de toekomst nog wat meer over zegt, dat weet ik niet. Maar hij staat er toch maar weer, hè? En ik zal u vertellen, in het hele verhaal waarin wij nu een oplossing hebben bedacht, is hij toch maar weer met Schra die de concessies doet, die meedoet. Die zegt, potverdomme Martin, ik had mezelf voorgenomen om nooit meer een euro erin te duwen, want er is al zoveel verdampt, maar hij heeft het toch gedaan. En Jo, eigenlijk wil ik jou de vraag stellen, waarom heb je dat gedaan en doe je dat weer eigenlijk? Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik had me inderdaad voorgenomen, na de ervaringen die ik gehad had, om in elk geval financieel niks meer te doen. Maar
gaandeweg oktober van vorig jaar nieuwe plannen, nieuwe wind, nieuwe situatie. Ik had gelovende plannen en ik dacht, ik steek nog één keer mijn nek mee uit en dan moet je op mijn leeftijd ermee stoppen, hè Paul. Maar nogmaals, ik geloof heilig in de nieuwe situatie, maar we moeten het ook niet mooier voorstellen als het is. Er is afgelopen jaren veel gebeurd, ook door vorige bestuurders, die ook in cruciale momenten mede de portemonnee getrokken hebben. Dat mogen we ook stellen. En zelfs, ik zie voor me Wil Helwig zitten. Ik weet nog dat we grote vijanden van elkaar waren, tof. En de combinatie, fusie, Fortuna Sittard. Toch hebben we toen een aantal partijen de handen in elkaar geslagen. En ook al waren we, hebben we toch toen geprobeerd de club te redden. Dat hebben we ook gedaan. En ook moet ik de twee Willen, bekend van de radio en tv, hè, toch ook bedanken voor hun medewerking in moeilijke tijden. Ook na de rand denk ik het, de verdere bestuursleden, nog Marcel Tinnemans en ook Jacques Aars, die toch ook financieel een steentje hebben bijgedragen. En dat moeten we ook niet vergeten. Ook een applaus voor deze heren. Dankjewel, Jo. Absoluut, want ja goed, het doet gewoon altijd pijn als je moet afschrijven, geld moet afschrijven wat je geïnvesteerd hebt uit liefde voor de club. En dat je dat toen al een keer gedaan hebt en je krijgt dat uiteindelijk ook niet terug, dat doet pijn. En ja, we hebben met heel veel partijen in het belang van Fortuna hele pittige gesprekken gehad. En eigenlijk is het heel belangrijk. En Charlie die heeft dat eens een keer mooi tegen mij gezegd, Charlie Chuddick, die zei tegen mij, Martin, je moet het vergelijken met Obama, zegt hij. Ik denk zo, dat is een vergelijking. Hij zegt ja, zegt hij, de verkiezingen zijn nu voorbij, zegt hij. De verkiezingen zijn voorbij. En nu wordt het tijd om een coalitie te vormen, nu moet je gaan verbinden. Ondanks alle moeilijkheden moeten we nu samen de arm om elkaar slaan. En ik weet dat er een aantal partijen, overal zijn bij Fortuna eilandjes, hè. Een voetbalclub wordt ook wel eens een jungle genoemd, een slangenkuil. En met allemaal eigen belangen. En als het financieel slecht gaat, ja, dan komen spanningen en dan gaan die eilandjes, dat ga je nog meer zien. Zonder namen of toenamen te noemen, wil ik wel een oproep doen dat de tijd van eilandjes echt voorbij is. Als mensen denken dat ze verworven rechten hebben, of een bepaalde status, of het is er niet meer. Fortuna begint op nul. Heel veel mensen hebben heel veel goede dingen gedaan. Ik zie hier aan de voorrij heel veel mensen die hebben alleen maar goede dingen gedaan voor de club. En daarboven ook. Maar we moeten op nul beginnen en we moeten verbinden. We moeten één Fortuna worden. Die uitdaging die staat nu. En als wij in staat zijn om het Fortuna-belang helemaal centraal te stellen. En vertrouwen te hebben in de leiding van Fortuna. En dat hebben jullie me laten voelen en laten merken. Dan gaat er iets heel moois groeien. Daar ben ik echt van overtuigd. Dames en heren, dankjewel dat jullie hierheen zijn gekomen. En ik wil jullie ook nog even de mogelijkheid bieden tot het vragen stellen. Zijn er mensen die prangende vragen hebben? Ja. De vraag is of de organisatie ook gaat veranderen. Ging men dus veel meer geld uitgeven dan nodig was. Wij moeten dus nu ook waakzaam zijn dat we dus die kant niet op kunnen van hey, we willen dus naar de Eredivisie, we gaan hier wat gekke dingen doen, ja. Tussen haakjes. Dat is een hele terechte vraag wat u stelt. De eerste vraag was, gaat u ook iets aan de organisatie doen? Ja, wij gaan iets aan de organisatie doen. Het is natuurlijk te gek dat ik de strijd, zeg maar, met los van mijn werkorganisatie, maar de strijd met Jo op bestuurlijk en toezichthoudend niveau met z'n tweeën moeten doen. Dat kan niet. We hebben trouwens Carlo Durasco, die ook toezichthouder is, zit ook in de zaal. Ja, maar als je bestuurlijk kijkt, echt bestuurlijk, ja natuurlijk, ik kan dit niet volhouden. Dit is gekke werk. Je moet dus een professioneel bestuur hebben. Dat is heel belangrijk wat er gebeurt. En je zult ook je organisatie moeten aanpassen.
En dat moet je doen op een manier die past bij de groeistrategie die je hebt. En je moet geen gekke dingen doen. Zoals ik zeg, je moet eerst zorgen dat je een euro winst kan maken. Dat je een keer een sluitende begroting hebt. En het liefste dat je wat reserves kunt opbouwen. Want het vervelende is gewoon, als je een keer wat moet doen en je hebt geen reserves, ja, daar kun je geen kant op. Dus ja, de organisatie die wordt aangepast. Die moet worden aangepast, want ik ga dat echt niet langer zo doen. Echt niet. Dat is gewoon niet te trekken. En ik heb die steun ook keihard nodig. En er zijn ook mensen die ons helpen op dit moment om te kijken dat daar een gepaste oplossing voor komt. Niet, want die heeft er zoveel gedaan. Ja. Ik vind dat wel een goed idee, Maarten. Serieus, Fitlandstadion kennen we daar, omdat die ons dus zo goed helpen. Het Fitlandstadion. Nou, op zich zou ik Fitland dat ook heel graag gunnen. Hè? Zeker als je ziet wat er allemaal gebeurd is. Maar ik heb het geluk dat als je onderhandelingen voert, dan moet je zorgen dat je het zilver zelf aan boord kan houden. Want als je alles weggeeft, ja, dan heb je ook geen verdiencapaciteit. En gelukkig hebben we de ruimte gekregen bij Maarten om op meerdere fronten, waar Fitland nu iets doet, vrijheid te krijgen. En een naamgeverstadion is daar een onderdeel van. Dus ik denk dat het een heel goed idee is. En als Fitland nog eens een keer, maar ik denk dat Fitland voorlopig ook uitgeïnvesteerd is bij Fortuna Maarten. Hè? Of niet? Dat, hè? Nee, maar het is wel belangrijk, hè? Als wij vinden, de mensen van het eerste uur en die dadelijk nog aansluiten, dat een ander voldoende over heeft om zijn naam op dat steeds mooier wordende stadion te zetten, dan maken wij plek. Zo simpel is het. En zelfs datzelfde geldt, en dat bedoel ik positief, voor op het shirt. Als daar werkelijk de club beter van wordt, dan maken wij plaats. Applausje toch? Nog meer vragen? Ja. Ik denk dat René het in zijn eentje niet gaat trekken om al die nieuwe sponsoren binnen te halen. Wordt de commerciële tak nog uitgebreid of wordt daar nog iets in gedaan? Ja, ik heb gezegd net dat teamcapaciteit, dan bedoel ik mee sponsoring, maar ook wedstrijdinkomsten en merchandising, dat is allemaal verdiencapaciteit die je hebt in je organisatie, dat gaat geüpgrade worden. En dat kan René niet meer in zijn eentje, nee, dat heb je heel goed begrepen. Dat is wat ik net bedoelde, er zal dadelijk een commercieel team komen, Sport 5, ik hoop dat we daarmee verder kunnen gaan. Die zullen heel veel expertise meenemen, die zullen daar ook aansturingen gaan geven. En met name de hele onderkant zeg maar, van het MKB, ja, daar zitten de meeste mensen. Hè. Het is gewoon een piramide. Je hebt de grote Gemmelot en dan krijg je bedrijven met 50 man personeel en met 20 man personeel en het MKB. Maar onderin zit de massa. En die massa, daar komen wij niet meer en dat kan ook niet. Want René die kan ook maar 5 bezoekjes maximaal per dag doen. Nou, tel uit. Als hier, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar als hier 100.000 bedrijven bij wijze van spreken zitten in de regio, met alle kleine ondernemers, ja, dan zul je dus... Die mensen die ik net zeg, ja, ik ga zelf voor de lichtkrant 50 euro ophalen, maar kun jij ook? Ja, dat is maar een vraag. Zou je dat willen doen? Als je dan een verhaaltje hebt waarom je dat moet doen en wat je daarvoor terugkrijgt, dan zo moeten we eigenlijk een community vormen dat aan de onderkant het MKB weer achter Fortuna gaat staan. In Sittard, in Geleen, in de hele westelijke Mijnstreek. Maar we moeten ook misschien wel weer een stukje gaan uitbreiden naar boven toe, naar Roermond aan die kanten. En Maasbracht, daar komen ook heel veel mensen die iets met onze club hebben. Ja. En omnipresence is daar een toverwoord in. En dat is een mooi Engels woord, maar dat betekent dat je overal aanwezig moet zijn. En Fortuna moet overal in het straatbeeld weer terugkomen. En omdat we de middelen nooit gehad hebben, is het heel lastig. Maar die route willen we wel opzoeken. Dus jouw antwoord is ja. Jazeker, ja, ja. Jazeker, we willen, natuurlijk zijn er een aantal grote bedrijven die interessant zijn voor Fortuna. Waar we ook gesprekken mee voeren. Ik ga geen naam aan toenemen, maar die kun je zelf verzinnen. Dan heb je de laag die daaronder zit, zeg maar. Dus niet de echte top, maar wat onder die top zit. Nou, daar zit ook heel veel. Nou, daar willen we ook heel gerichte naartoe gaan. Maar dat kun je pas doen op het moment dat je een verhaal hebt. En dat ze ook realiseren dat ze geen euro duwen in een bodemloze put. En op het moment dat je schulden hebt...
ja, dan is het niet interessant voor heel veel bedrijven. En als je negatief in het nieuws komt veel, ja, dan willen ze daar toch liever van afblijven. Dus die positiviteit is gewoon cruciaal voor de toekomst. Ja. Nog meer vragen? Ja, misschien kan ik hem beter doorgeven. Hoe concreet zijn de plannen, ja, dat zal ook richting Finland denk ik gedeeltelijk zijn, voor het kunstgras en het dak op het stadion? Oké, dan ga ik Maarten even geven. Met dank voor een prachtig stuk in de krant, want volgens mij staat de schrijver hier in de omgeving. Dat is een beetje de mix van waarheden en dromen. En zonder dromen komt er niks, hè? Want bij heel veel dingen die Fitland gerealiseerd heeft, hè, het zal bij jullie bekend zijn, een wellnessboot, hè, daar hebben ook veel mensen van gezegd, idioot plan, maaister, of een orthopedische kliniek. In Mill of all places, maaister, Fitland XL is onze grootste vestiging die we op dit moment hebben, deze vestiging. Nou, dit heeft 9 jaar geduurd en dat begint allemaal met dromen. Nou, kunstgrasveld is een logische stap, hè? Maar wij kunnen dat als Fitland niet in ons eentje trekken. Vandaar het pleidooi, hè, wat we hier met z'n allen houden. En het kunstgrasveld is dan nog nummer 1. En het overdekken, ja, dan moet dat plan wat er nu gemaakt gaat worden, dat moet een reden zijn dat je het gaat overdekken. Nou, Limburg heeft veel kwaliteiten op het gebied van het organiseren van grote evenementen. Er zijn partijen die daar echt goed in zijn. En daar zullen linken mee gelegd moeten worden. En als dan blijkt dat dat kan, ja, dan gaat dat ook gebeuren. Maar wel in die volgorde. Er was een vraag net gesteld door iemand daar over die commerciële, over de commercie en over de gedachtegang. En Evert Huiting die sprak mij daar terecht op aan. Misschien is het goed dat er nog extra ingezoomd wordt over dat stukje met Sport 5. En dat wilde hij zelf even doen. Evert. Ja, goedenavond allemaal. Mijn naam is Evert Huiting. Ik ben verantwoordelijk voor de commercie en voor de communicatie en PR van de OCI Nitrogen Lions. Eerst wil ik jullie graag feliciteren met het goede bericht wat de mannen achter de tafel hebben te bewerkstelligen. Ik denk dat dat ook wel een applaus is voor jullie zelf. Ik denk dat Fortuna niet zou zijn geweest als jullie er niet waren en jullie er altijd in blijven steunen. Ik spreek geen Limburgs, maar volgens mij is dat Fortuna naar voren of zoiets dergelijks. En dat heb de kop naar voren of zoiets, hè, was het geloof ik. Hè. Dus, maar heel even terug op de commerciële vraag. De provincie die heeft gezegd van, jongens, waarom gaan wij allemaal uit die provincie hier? Onze jeugd die loopt weg, de opleidingen die zijn hier, andere opleidingen worden gevolgd in andere provincies. En wat hebben wij nou gedaan? We hebben proberen een model te maken. En dat model is om hier te wonen, te werken, te recreëren, te sporten, op te leiden. En dat doen we hier allemaal in Limburg, doen we dat heel goed. Alleen we weten ze niet te behouden. Nou, sport is een bindmiddel. Sport is een middel om toch die mensen hier wel aanwezig te laten zijn. Als je kijkt wat voor jeugd dat wij opleiden, ook binnen de handbal. En hoeveel mensen dan zeg maar ergens anders gaan studeren. En dan heb je die opleiding achter de rug en dan gaan ze weg. Nou, dat is hartstikke zonde. Nou, als je daarnaar kijkt en je hebt dat allemaal goed voor elkaar, je hebt al die ringen heb je in elkaar geduwd, dan ga je kijken van wat voor verdienmodel kun je erboven hangen. Wat u net de terechte vraag stelde van, hey, hoe ga je dat nou allemaal regelen? Nou, je moet je als volgt voorstellen, samenwerken, zoals wij dat nu doen dan zeg maar met Fortuna en met handbal, of met voetbal en handbal. Het is de bedoeling dat we dat nog met meerdere sporten gaan doen. Denk aan Scoop, denk aan Unitas en denk aan IITIS en noem maar op, maar dat is allemaal toekomst. Als je daar een groot model boven hangt, een commercieel model, die voor al die partijen de sponsors gaat benaderen en te gaat zeggen van luister, wat hebben wij als grote groep te bieden naar die sponsoren toe, is dat veel meer als dat het handbal dat in zijn eentje doet. Of dat Fortuna in zijn eentje doet. Nou, daar heb je dus meer mensen voor nodig als één persoon die commercieel verantwoordelijk is. Dat hebben wij precies hetzelfde. En daarvoor komt Sport 5 onder andere. Sport 5 is ook een sales bedreven bedrijf, dus echt sales en marketing. En daar komt dan een team van salesmensen en die gaan hier de markt afstrunen, om het zo maar te zeggen. Om daar de sponsors bij te zoeken, wat wij dan te bieden hebben. Met de hele sportzone erbij. En ik denk dat dat wel een toevoeging is voor jullie, want nogmaals, alleen kun je dat niet doen.
Fortuna is gelukkig in de gelegenheid dat zij mensen in dienst hebben. Zoals Thierry daar staat en zoals ik hier aanwezig ben. Wij zijn allemaal vrijwilligers. We hebben overdag gewoon nog een bedrijf en we moeten dit erbij doen. Nou, u kunt zich voorstellen dat dat niet meer gaat. Als je wilt professionaliseren, moet je op dat gebied ook professionaliseren. En dan heb je gewoon een team nodig van salesmensen die dat voor je gaan ophalen. We hebben het net gehad over verbinden, we hebben het gehad over samenwerken. Nou, we zitten hier toch mooi bij elkaar. En ik denk van om de samenwerking ook direct maar eventjes, hoe noem je dat woord bij de data voegen. Hè, is het denk ik heel goed dat je ook gaat samenwerken tussen de supporters. En tussen de business natuurlijk, tussen de businessmensen. Wij nodigen jullie allemaal uit, zoals je hier zit, om bij een handbalwedstrijd te komen. Tje heeft al gezegd, dan is het hier veel mooier, dan is er veel meer sfeer, dan is de muziek, dan is de dans, dan is de optreden. En er is handbal, hè, want dat hoort erbij natuurlijk, want daar kom je natuurlijk voor. Maar jullie worden allemaal uitgenodigd om bij een wedstrijd aanwezig te zijn. Wij spelen aanstaande zaterdag tegen Hurry Up, dat is een topper. Nou, dat zou mooi zijn als je een topper mee wilt meemaken hier in de sportzone. Als je dat niet redt, dan hebben wij 18 januari is er een dubbelwedstrijd. Dat speelt Fortuna 's middags om 16:30 en wij spelen om 19:30. En dat is natuurlijk ook een mooie combinatie om te zeggen, hey, dan kom ik dan. Dan hoef je maar één keer naar die sportzone, hoef je maar één keer dat parkeergeld te betalen en dan heb je twee geweldige evenementen achter elkaar. Dus als je interesse hebt, stuur een mail naar het secretariaat van Tophandbal Zuid-Limburg. Als je niet weet waar je de mailadres kan vinden, staat op onze site. En onze site is heel gemakkelijk, dat is www.thzl, want dan kun je onthouden, tophandbalzuidlimburg.nl. En daar staat alles op. Stuur die mail naar ons toe, dan liggen die kaartjes hier vooraan klaar. En dan zijn jullie allemaal getuigen van een mooie synergie tussen voetbal en handbal. 1 maart zit eraan. Je moet wel in de Fortuna kleuren komen. Dankjewel Evert. Ik denk dat het goed is om langzaam naar het einde te gaan. Er kunnen dadelijk ook nog vragen gesteld worden. Want als jullie het leuk vinden, nou, Fitland is zo gastvrij geweest om in ieder geval de ontvangst te regelen, de ruimte, de koffie en de thee en de cake en alle mooie dingetjes. En ik heb tegen Maarten gezegd, joh, laten we als we nog straks gaan nababbelen, kunnen we dat op twee plekken doen. We kunnen er achterin gaan, maar ik vind het veel leuker als we lekker bij Fitland zelf dadelijk nog een biertje pakken gewoon. En dat we Fitland ook een klein beetje omzet gunnen. Dus daar kom ik dadelijk op terug. Ivo, op de kamp van de Limburger, ik zie jou staan. En ik denk, je bent aan het schrijven en aan het schrijven en aan het schrijven. En ik denk, wat voor een koptekst zou die dan morgen gaan maken? Hè? Ik denk, wat zou er dan morgen in de krant staan? Ik denk, en als je mij vraagt van, Martin, ik heb toch een klein beetje Fortuna bloed. Dan denk ik, dan heb ik de kop wel bedacht voor morgen. En die kop, je moet waarschijnlijk korter zijn dan ik hem denk, maar de kern van... Ja, en wederom het microfoon in het begeven, wederom zijn de batterijen leeg. Of ze hebben oude batterijen, of de batterijen worden allemaal half leeg. Dus ja, we moeten weer even wachten. Ik weet niet of we nog wel weer gaan, of dat gewoon ermee stoppen. Ik geloof dat ze er... Ja, ik deed het gewoon even zo. Je hebt hem uitgezet. Ah, hij heeft hem gewoon uitgezet. Ja, dat kind ook. Hij is begrensd. Als je er te veel in lult, dan... Wat jij niet weet, is dat Maarten net tegen mij zei, test hem eens even of hij het kan oplossen. Maar je bent geslaagd, Bartel. Complimenten. Nee. Samen naar Veuren. Live op de radio? Ja, we zijn live op de radio. Ja? Oké. Okay. Nee, volgens mij komt het ook niet uit. Dus,
Doorhuren is het wel in Dijkhuizen. Oh, doorhuren is het wel, oké. Okay. Maar, ja? Als je met een droge keel erin praat. Ja, oké. Okay. Nee, maar goed. Even, ik heb hem weer terug. Nee. Nee, dat is niet aan mij besteed, joh. Hij zegt, eigenlijk zegt hij gewoon, Marcet, je moet stoppen met praten, want je hebt al te veel gezegd. Nee, maar even alle gekheid op een stokje. Ik hoop dat jullie dadelijk met ons meegaan naar die andere zijde. Maar ik wil nog één symbolisch ding doen. En dan moet ik toch de microfoon dadelijk voor teruggeven. Maar wat we willen doen is, kijk, als je gaat samenwerken, dan moet je dat niet roepen, maar dan moet je het ook echt doen. En Fitland, ja, is voor Fortuna gewoon een hele belangrijke sponsor. En partner eigenlijk. Sponsor is het verkeerde woord. Ze zijn partners. En ondanks dat we best wel gevocht hebben af en toe bij Maarten, dat kunnen we toch wel stellen, zijn we partners waar we samen mee de toekomst in moeten en dat we samen iets moois doen. En de eerste stap tot die samenwerking, die wil ik in ieder geval naar jullie toe allemaal, maar ook naar Maarten toe, heel symbolisch maken. En dat is, ik heb 14 maanden lang, heb ik niet meer gesport. Ik deed veel tennissen, een beetje sporten en mijn buikje is ook weer wat bijgekomen. En ik heb me in ieder geval voorgenomen daar iets aan te gaan doen, maar met het drukke werk is dat vaak lastig. Alleen, ja, als ik dan toch hier in het stadion ben, dan is het natuurlijk heel makkelijk om het bruggetje te maken naar Fitland. Dus ik heb tegen Maarten gezegd, ik wil eigenlijk per direct bij Fitland komen sporten. En ik wil dat symbolisch doen door samen dadelijk, ja, mijn contract wat ik met Fitland sluit, om dat hier officieel te doen. En volgens mij zitten er ook voor Fortuna voordelen aan dat ik hier kom sporten. Ja, ik zal hem toelichten. Eigenlijk was het gewoon zo dat Jo en ik tegen elkaar zeiden, we maken ons een beetje zorgen. Hij is inderdaad 14 dagen heeft hij zichzelf verwaarloosd. Maar ondanks dat hij zich uit de naad heeft gewerkt, kwam toch die stropdas steeds wat verder naar voren te hangen. Dus het was een tegenovergesteld effect. Maar wat we willen aankondigen vandaag is een abonnement waarbij, als je tevens lid bent van Lions of van straks de Omni-vereniging, hè, beter gezegd van Fortuna en van Fitland, dan punt 1 is het abonnement dan voordeliger voor degene die het abonnement afsluit. En punt 2 gaat er dan een maandelijkse bijdrage naar de vereniging waarvan je vandaan komt of naar de Omni-vereniging, hè, waar we met z'n allen naar streven. Want dan zijn we constructief bezig, hè. Dan doe je iets niet één keer, maar gewoon toekomstbestendig. En met de handtekening van Martin is dat het eerste abonnement waarvan dus ook iedere maand wat centjes naar de club teruggaan. Alsjeblieft. De contracten. Martin is het eerste aan het ondertekenen. Hoffotograaf Janko Knops is er pleitjes van in Cheten, dus die zal morgen ook wel op de site van het forum komen. Nu het Maarten hem net op het museum dat Martin het heeft getekend en verkregen daarvoor natuurlijk ook een groot applaus van het publiek. Tjoe, dan ben jij nog. Je mag nu tekenen. En nummer 2, dames en heren. Ja hoor. Ja, nummer 2. En dat ook getekend. Moet ook even aan het publiek getoond worden. En dan zijn we nu toe dadelijk aan het biertje. En dat wil ik doen met de laatste afscheidwoorden. Beste mensen, hartelijk dank voor jullie vertrouwen. Mijn team, waar ik iedere dag dagelijks mee werk. Ik ga niet alle namen noemen op zo'n moment, want dan vergeet je namen. Maar het is een heel klein groepje mensen. Het zijn een aantal vrienden die zijn op de reis gesprongen bij mij. Die hebben me begeleid. Dankjewel jongens voor jullie support, voor jullie steun. Dankjewel alle supporters. Dankjewel alle sponsoren en iedereen die iets met Fortuna heeft. Dank dat jullie ook hierheen zijn gekomen. Ik ben gewoon trots op deze familie. En ik hoop dat die familie steeds groter wordt. Dankjewel.